Yo, VacoGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Civilization 5 hier op VacoGames. De vorige keer hebben we uranium ontdekt binnen ons gebied, namelijk hier bij New York en hier aan de kant bij Sydney. En dat uranium, dat kunnen we natuurlijk hartstikke goed gebruiken, aangezien ik binnenkort atoombommen wil gaan bouwen en die bovenop Washington wil gaan gooien. Gewoon puur omdat die gast irritant is en omdat ik zijn hoofdstad wil hebben. En aangezien hij nu ook al een beetje soldaten weer aan het opbouwen is, dus daar ben ik niet zo heel erg blij mee. Oh, hi. Ja, prachtige offerte, hartstikke goed. Die wil ik eigenlijk hebben, die hoofdstad van hem. Hij wil hem namelijk niet afgeven aan mij en dat vind ik een beetje vervelend. Want ik wil die hoofdstad echt hebben. Aangezien ik wil gaan voor een domination victory. Ik wil alle hoofdsteden van iedereen hebben. En daar hoort Washington dus ook bij. Of hij het leuk vindt of niet. En waarschijnlijk vindt hij het niet leuk. Houd nou eens op met elkaar overhoop schieten hier. Vervelende figuren. Anders ga ik meedoen hoor. En mijn boot wint het wel voor jullie bootjes. Gasten zijn helemaal knettergek. Uh-oh. De Verenigde Naties. Shit. Diplomatic victory. Jullie gaan hier een mijn bouwen. En jij... Oh, jullie zijn al bezig. Heel goed. Hier is een spion. Ik heb nog een spion over. Eva de spion. Eva de spion, jij gaat naar... Waar ga jij naartoe? Naar Amerika in Boston. Ga daar maar heen. Lijkt me een slim plan. Juist, Berlijn, Manhattan project. Uh-oh. Alexander heeft 40 mannetjes nodig om wereldleider te worden. Hij heeft er nu 22. Oeps. Dat gaat wel gevaarlijk worden. Ja, Alexander gaat sowieso de host worden. Dat gaat hij sowieso worden. Ik ga op Washington stemmen. Kijken of dat ik hem eventjes blij kan houden. Want als ik hem happy kan houden, dan valt hij mij misschien niet aan de komende tijd. Dus ik denk dat Washington zometeen wel op de stoep staat om te zeggen... Hey gozer, dankjewel. En dan denk ik bij mezelf... My plan is working. Denk ik dan. Ik denk dat Washington zometeen op de stoep staat. Denk ik. Om te zeggen van... Hey gozer, dankjewel. Hij weet gewoon echt niet wat hem boven zijn hoofd hangt. Hij heeft geen idee. Als hij namelijk naar zijn muurtje kijkt, dan ziet hij wel wat het is. Namelijk 5 soldaten en een heleboel artillerie. Kap nou eens, Valletta. Ik ga meedoen hoor, jongens. Mijn boot die wint het echt wel voor jullie. Griekenland wordt host. Nou, vooruit. Alexander is de baas op de Verenigde Naties. Hadden we kunnen verwachten. Die gozer heeft echt te veel city states. Hij is te happy met ze. Kap nou eens. Als jullie elkaar nou nog echt naar de bodem schoten, dan zou ik zeggen van oké, maar jullie healen een stukje en dan val je weer aan. Dat schiet niet op. Hier, dit werkt er niet zo. Hier, dan gaat hij weer healen. Nou, dan kan hij de volgende 20 beurten, kan hij weer gaan schieten. Ik ga echt meedoen zo meteen. Gewoon puur om die boten vervelend te houden. Warschau is ready. Bouw dan maar een... Windmolen. Dat is wel leuk om te hebben. Ballistiek komt er ook bijna aan. Machinegeweren. En anti-aircraft guns. Juist. Hoe gaat het trouwens met mijn carrier? Oh, daar. Want die wil ik namelijk ook een beetje in de buurt hebben daar. Samen met deze destroyer om die boten van Washington een beetje op afstand te houden. Maar dan moeten natuurlijk wel vliegtuigen op die carrier, anders heeft die hele carrier niet zoveel effect. Goed, kunnen komen we straks wel achter. Ik ga jou in ieder geval daar naartoe sturen. Ga maar vast bij New York liggen daar. Uh-oh, Siam is influential over iemand. No, mag niet. Foei, verboden. Foei, Siam. Niet tof. Waar ligt Siam eigenlijk? Daar. Sukhothai, hi. Dat is niet goed als die influential wordt over anderen. Krakau is ingenomen door Amerika. Oh, Casimir is weg. Washington, eikel, hey. Dat is ook niet aardig. Dan zitten we gewoon echt helemaal ingesloten tussen Washington.
Ik Casimir terugbrengen, dat ik hem zo'n aardige gozer vond. Nee hoor, maar wel ondertussen is Johan gepromoot. Dat is dan wel weer fijn. Johan, gefeliciteerd, blijf maar lekker in Honolulu. En we mogen een technologiejatten van ze. Hey. Laten we dan koeling gaan nemen. And homeless, near 1,000 homes I stood. And near 1,000 tables pined and wanted food. Dan kunnen we onderzeeboten, stadions en hotels gaan bouwen. Dat is nou precies wat ik wil. Volgende beurt. Nog 2 beurten voor ballistiek. Hier komt weer een universiteit aan. Hier komt een... Wat kwam daar nou aan? Wie hebben er nou weer ruzie met elkaar? Wie zijn dit? Oh, dat zijn de Indianen. Hey. Interessant. De Indianen vallen Amerika binnen. Precies omgekeerd zoals het in het echt was. Toen viel natuurlijk Amerika het Indiaanse land binnen. En dan pakken de Indianen hem gewoon terug. Hij heeft wel bezoekers hier. American bezoeker. Bezoeker! Die heb ik dan weer net niet. Hij heeft best wel goede tactieken, die gozer. Oké, we hebben uranium. 8 stuks. We kunnen met totaal 8 atoombommen of 4 kernraketten mee bouwen. Dat is goed om te weten. Jij gaat maar... improve. Ga maar dingen verbeteren. Varsalos. Bij jou wil ik een... bouw maar een amfitheater. Ik weet het dan eens ook niet hoor daar. Eén beurt voor ballistiek. Dan zijn we in ieder geval weer een beetje ingelopen op het gebied van kennis. Oh, Amerika. Ik wil mijn demographic... Nee. Iwata, hey. Iwata is boos op me. Ik sta bijna overal bovenaan, jongens. Afgezien van literacy. Vermoed ik dat Washington op nummer 1 staat. Op het gebied van kennis. Maar voor de rest gaat het heel goed. Niks te klaar. Milan heeft zijn quest gecanceld. Stomme Milan. En we hebben ballistiek. Men like bullets go farthest when they are smoothest. Machine guns. Heb ik jou ook nog? Potverdorie, ik wist niet dat jij er nog was, je. Ga maar weg. Cargo ship. Ga terug naar Knossos. Dan kunnen we hier nog wat uitvinden. Ga maar een stadion bouwen. Want dat is leuk en zo. Stadions zijn goed om te hebben. Hoe gaat het trouwens met mijn Manhattan project? Oh, hier. Nog 3 beurten. En dan hebben we hem. Wat gaan ze hier doen? Oeh, die deze hier. Die deze hier. Maar het is nog niet het moment om Amerika binnen te vallen. Daar is het moment nog niet rijp voor. Ik wil eerst atoombommen hebben en dan pas val ik hem aan. Niet eerder. En dan kunnen die Indianen mij een beetje helpen. Die kunnen Amerika afleiden natuurlijk. Wat kunnen we bouwen? Bouw maar een... hydroplant. Want er ligt best wel wat zooi naast de rivier hier, dus dat is goed. Hydroplant is goed daar in Warschau. 1, 2, 3, 4 artillerie. Die moeten allemaal langs deze kant blijven staan en dan allemaal deze kant op. Dus vanaf hier... moeten ze langzaam die kant op schuiven, terwijl hier mijn units die kant op rennen. Maar eerst moet Washington plat door middel van een atoombom. Liefst 2 of 3. Dan weet ik zeker dat het helemaal kapot is daar. En op het moment dat we Washington hebben, is het gewoon doorstoten richting Athene. Want ik gok niet dat Alexander nou zijn heel goed leger heeft. Dat kunnen we wel even navragen trouwens. Bij mijn adviseurs. Oh, een grote ingenieur is geboren. American Empire has no army at all. Iroquois niet. Grieken niet. Siamese niet. Niemand die heeft zo'n sterk leger als dat wij hebben op dit moment.
Samoa, ga maar richting Berlijn. Grote ingenieur. Want de volgende beurt kunnen we atoombommen bouwen. Vraag ik me alleen af of dat we Washington van de 4 kunnen bereiken. Oh nice, dat zou echt super fijn zijn als... gaat hier gebeuren? Het zou echt heel fijn zijn als Alexander ook mee ging doen met die oorlog. Wat is hier aan de hand? Ja, vind je dat eerlijk? Een zeilbootje tegen een bommenwerper. Ja, leuk man. Echt, jij vecht eerlijke oorlogen, Washington. Washington is echt goed op het gebied van eerlijke oorlog. Komt die nou vandaan? Wat is dat voor wie is dat vliegtuig? Van wie is dat vliegtuig, jongens? Oh, van Siam. Siam heeft ook ruzie. Dat is goed. Dat betekent dat hij afgeleid is. Want nu kunnen we als het goed is atoombommen bouwen. Bismarck heeft het Manhattan-project af. Prachtig. Kunnen we hier atoombommen kopen? Zou leuk zijn namelijk. Moet ik zeker eerst weer uitvinden, of niet? Ja dus. Eerst kernfusie uitvinden. Hup. Eerst radar en dan kernfusie. En dan pas kunnen we atoombommen. Oh, oké. Is goed. Ga in de tussentijd maar een stadion bouwen dan. Kunnen de mensen even naar het voetballen kijken terwijl ze wachten op de atoombommen. Jij gaat naar Knossos. Jij gaat naar... Oh, sarcasme. Volgende beurt. Heb ik in de tussentijd tijd om deze vliegtuigen te stationeren op die carrier daar. Wat kan ik hier allemaal kopen? Je hebt best een hoop. Maar jij gaat ook eventjes wat doen. Hier staat er niks te doen. En daar hou ik niet van. Great Engineer. Ja, het is zonde om hem te gebruiken hiervoor. Ik wacht nog heel even. Grote ingenieur. Ga jij maar even slapen. En dan bel ik je wel als ik je nodig heb. Next turn. We hebben alleen geen olie meer. Dus we kunnen geen bommenwerpers meer kopen. Dat is heel vervelend. Dat is echt irritant. En ik wilde Washington juist vanuit de lucht gaan aanvallen. Zoals hij nu ook met deze gasten doet. Eén bommenwerper voor één soldaat. Ben je dan helemaal lekker, Washington, of niet? Volgens mij snap je dan het concept oorlog voeren niet helemaal. Hier staan nu ook weer veel te veel soldaten. Vertrouw ik ook niet helemaal, hoor. Want hij brengt nu zijn infantry en zijn artillerie hier naartoe. Dus het zou zomaar kunnen dat hij richting New York gaat zometeen. Maar gelukkig, dan draaien wij om en dan pakken we hem, dus... Oké, hier staat in ieder geval een vliegtuig op. Slapen. Mogen we weer stemmen? Waar nou weer voor? International Games. Juist. Daar ben ik helemaal voor. Voor de Spelen. Olympische Spelen? Vaco is voor. Waar moet ik tekenen? Olympische Spelen zijn tof namelijk. Vooral die openingsceremonies, die vind ik echt altijd baas. Daar ga ik echt altijd voor zitten. Lekker glaasje drinken erbij. Hoppakee. Wat komt hier eigenlijk aan? Een amfitheater, dat is goed. Hier komt een stadion, dat is leuk voor de happiness. We gaan zo meteen eens even kijken of we nog wat kunnen bouwen in Oceaninka. Want hier schieten we natuurlijk niet zoveel mee op. Ik wil een grote ingenieur, of een grote scientist. Als het even kan. Je zou waarschijnlijk voorlopig nog niet aankomen, hè? Nee, het duurt nog wel even. Voordat er weer een great scientist komt. Die vind ik namelijk echt super handig. Zeker als je wat later komt. Oké, International Games is passed. Dat is goed, dus dat betekent dat jij gaat richten op de International Games.
Hamburg gaat zich richten op de International Games. Samoa gaat zich richten op de International Games. En Oostenrijk gaat zich richten op de International Games. Dat zijn vier steden die zich richten op de organisatie van de Spelen. Nou, dat moeten we goed komen, dacht ik zo. Hier gaan we de tussentijd een operahuis bouwen. Volgende beurt. Amai, heb je weer problemen, vriend? Suck on it. Stik er maar in. Washington is nu wel een heel stuk beter beschermd dan dat de vorige keer was. Hij heeft gewoon rakettenwerpers, die gozer. Mobile Surface to Aircraft Missiles. Oh-oh. Dat zou betekenen dat ik helemaal niet zo verstandig eraan zou doen om hem met vliegtuigen aan te vallen. Gelukkig dat ik toch geen olie heb om die vliegtuigen op te stoken, hm? Dat scheelt dan weer. Oké, weer een policy. Heel fijn. Welke? Kunnen we hier nog een leuke bij pakken? Hier hebben we geen reet aan eigenlijk. Toerisme, ja, dat is leuk. Deze is wel leuk om te hebben. Clausewitz Legacy. 50% attack bonus to all military. Ja, maar ik wil hem nou nog niet aanvallen. Dus dat is niet leuk. Kan ik nog een andere pakken? Great Admiral appears. Nou, weet je, ik ga voor mobilisatie. Als ik dan dingen wil kopen, dan kost het me 33% minder. Dat is goed. Volgende beurt. Dan hoef ik 33% minder te betalen en ik wil toch wel veel units kopen, aangezien ik best wel wat geld heb. Alexander heeft weer oorlog met Washington. Heel goed, Alexander. Jij snapt hoe het werkt. Alexander snapt hoe die in de gaten moet. Juist, Ali. Je wist gewoon dat het op een gegeven moment moest Alexander toch wat leuks gaan doen. Hm? En dat doet hij nu. Dus hij is eindelijk goed bezig. Even tijd geduurd. Maar dan heb je ook wat. Deze wil ik ook hebben. Rocket artillery. Maar ik moet kernfusie hebben. Anders heb ik niks aan die atoombommen. Onondaga. Ga maar werken aan de International Games. Warschau. Bouw een stadion. Om de games in te houden natuurlijk. Want als we geen stadions hebben, kunnen we ook nergens spelen organiseren. Niet dat het effect heeft, maar... Hey, kijk eens wie er voor de deur staat. En wie de vliegtuigen naar beneden schiet. Hop. Dit doet me echt goed, weet je dat? Eindelijk doet Alexander eens een keertje wat nutters. Hij ruimt even die troepen op. En op het moment dat hij weg is, dan ren ik gewoon naar binnen. En probeer ik die stad binnen te vallen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar... We kunnen het altijd proberen, toch? Laat hem eerst die units maar opruimen. Heel goed, Alexander. Heel goed. Alexander is mijn vriend. Vanaf nu. Ja. Ga die ouderwetse boten weer oorlog lopen voeren. Ja, zinken maar. Hoppakee. Kijk, daar maak ik me dus zorgen om. Die stad kan gewoon in één keer alles kapot schieten. En daarom moeten er een paar atoombommen bovenop. Zodat die verdediging naar beneden is en dan kan ik aanvallen. Ik kan deze units er wel op afsturen, want dan krijgen we gewoon een herhaling van de aflevering van een paar dagen geleden. Dan denk ik dat het goed gaat en dan schiet hij ze gewoon helemaal kapot en dan blijf ik maar units pompen en dat kost me veel te veel geld. Milan wil het heilig kipisme. Nou, vooruit. Dat kan geregeld worden. Maar nu even niet. Caravan, ga maar naar... Oh, sarcasme. Hop. Heb jij nog steeds geen upgrade, jum? Bäh, schappie. Schappie, bäh. Er zitten allemaal schapen daar, je. Dat is wel lekker hoor, dat die Amerika nu een beetje onder druk gezet wordt. Dat is echt goed. Niet dat deze houten bootjes een
een match zijn voor Amerika. Maar het zorgt er in ieder geval voor... Oké, er komt nog een vliegtuig aan. Het zorgt er in ieder geval voor dat hij even bezig is. Hop, bommetje erop. Kom op, bommetje erop. Blijf je nog rondjes vliegen of wat? Oh, daar komt nog een ander vliegtuig aan. Ja. Oh, ik zit even niet op te letten. Nog een keer bommen. En nog een keer. Ik kan eigenlijk gewoon hier zo meteen naar binnen rennen, weet je dat? Eigenlijk zou ik het moeten doen. Bos dat afpakken. Nou ja, zou ik maar niet doen. Ik wil namelijk al mijn happiness gebruiken voor mijn overname van Washington. Oh kijk, er komt een grote generaal komt eraan. Ivan de Verschrikkelijke. Leuke bijnaam is generaal, de Verschrikkelijke. Ik ben Ivan en ik ben verschrikkelijk. Hop. Boston ruimt lekker de boel op. Kijk dit, dat veegt gewoon een half leger weg. Laat jij er nog een keer overheen zeker? Hier, unit weg, kan niks meer doen. Uh-oh. Nou, hier. Die stad moet gewoon echt plat gegooid worden. Eerder kunnen we er niks mee doen. New York komt weer een school aan. Ik heb al 1700 punten. Ik ben echt koning der punten op dit moment. Daar heb ik alleen geen reet aan. Hotel in Berlijn. Productie in New York. Bouw maar een research lab. Want die hebben we daar nog niet. En Worker, jij gaat zelf dingen doen. Van, jij bent heel slim, jij kan dat. Is er niks meer te doen? Tuurlijk is er wel wat te doen. Hier, ga daar maar eens wat doen. Wie staat hier dan? Infantry. Oh. Infantry boeit niet zoveel. Waar ga jij naartoe? Ga maar naar Boekarest, hè. Lijkt me het beste. Als hij nou een unit aan land krijgt, dan kan hij die stad zo innemen. Dat lukt hem echt binnen 5 minuten. Moet toch wel lukken. Ik snap alleen de vliegtuig niet. Die gaat een beetje rondjes vliegen en dan doet hij verder niks. Dat is gewoon misschien een sightseeing vliegtuig. Als ik nou hier naartoe ga en daar naartoe. Oké, dan komt hij in één keer weer. Stiekem vliegtuig van deze kant, hè? Misschien zijn de vliegtuigen gewoon kapot. Het zijn natuurlijk wel Alexander's vliegtuigen. Dus grote kans dat die gewoon slecht zijn. Ik moest even kijken hoe laat het was, hoor. Hop. Duurt lang. En nou jij nog op hem. En daar nog eentje, ook op hem. En jij nog. It took some time. En dan denk ik dat hij zo meteen door gaat stoten richting Washington, jongens. Tenminste, Alexander dan. Tenzij Washington natuurlijk elke keer weer units blijft produceren, dan schiet het niet op. Dan blijft hij units killen en dan moet hij weer helemaal terug. Volgende beurt. Ja, wat gaan we nou doen met Boston, jongens? Blijven we de hele tijd schieten of wat? Ik snap dat jullie de hele tijd Boston blad willen blijven gooien, maar... Als je nou echt 20.000 keer op die stad blijft schieten, dan krijg je hetzelfde effect als dat Amerika deed met New York. Dat schiet gewoon niet op. Hier, dit vliegtuig was dus gewoon echt niet nodig om hem er naartoe te sturen. Echt niet. Kost alleen maar tijd. Ja, nog een vliegtuig, ja. Oh, wow. Kom, stuur nog een vliegtuig. Juist. En nog één, kom. Kost toch allemaal tijd, man.
Ondertussen hebben die koeien ook zoiets van, wat gebeurt hier nou allemaal? Hier, één schot en die hele dingen zijn weg. Ik ga wachten op de radar en dan vind ik het mooi geweest voor vandaag, jongens. Dan zeg ik, het is goed geweest. City States. 8 uranium, holy shit. Ik heb alleen geen olie, dat is een beetje vervelend. Great musician has been born. Maak maar eens eventjes een mooi staaltje muziek. Dit kan ik ook. Dit is zo'n tingelding pakken, zo'n harp, en gewoon een beetje random aan die snaren gaan zitten trekken. Dat is toch geen kunstman, dat kan ik ook. Maar dat heb ik echt met 90% van de kunst, hoor. Een tijdje geleden zag ik ook ergens op tv, gewoon een wit schilderij, met een rode stip erop. 100 miljoen. Tuurlijk ja, waarom niet? Als ik het zou doen, zou iedereen me uitlachen en zeggen, wat is dat voor een lelijk ding? Oh. Ja joh, breng nog een vliegdekschip, want we hadden er niet genoeg vliegtuigen daar. Breng dan maar liever een unit, die stad in kan nemen. Ah, dat was vliegdekschip. Ah, loser. Oh. Amerika, you make me laugh. Met je silly dingetjes. In ieder geval hebben we nu zo meteen de radar uitgevonden. Dat is goed. Kom, radar. Vision is the art of seeing things invisible. Perfect. Heeft olie nodig, hebben we niet. En een airport. Perfect. Thank you gamers. Ik ga jullie vragen om gewoon weer eventjes een like te doen op deze video. Mocht je dat nog niet gedaan hebben natuurlijk. Het gaat namelijk super lekker met Civilization. Ik hoop namelijk ook weer dat we de 1500 likes wel weer kunnen gaan redden. En als jullie een beetje meewerken, dan wil dat super lukken. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En de volgende keer gaan we onderweg naar kernfusie. En dan willen wij gewoon atoombommen om op Washington te gooien. Dus bedankt voor het kijken jongens. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!